Het kan je moeilijk zijn ontgaan. De jaarlijkse Nationale Secretaressendag is weer geweest. De dag waarop heel Nederland zijn of haar rechterhand op kantoor een bloemetje geeft. Als blijk van waardering. Fantastisch idee, toch? Of niet? De Secretaressendag is in 1989 ontstaan dankzij een initiatief van het Secretaresse Magazine. Wat dat betreft lijkt het erg op Blue Monday, ook zo'n dag die nooit bestond, totdat een reisorganisatie bedacht dat het wel leuk zou zijn om de derde maandag van elk nieuwjaar uit te roepen tot de meest deprimerende dag van het jaar. Gewoon een marketingactie dus. Maar is Secretaressendag daarmee ook onzin of dient dat nog wel een goed doel? Er is nogal wat kritiek op deze speciale dag voor secretaresses. Want waarom zou je dan niet ook een dag hebben voor andere medewerkers? Nu zijn er veel meer speciale dagen dan je waarschijnlijk zou vermoeden. Er is bijvoorbeeld ook een dag van de leraar, 5 oktober. Of een dag van de systeembeheerder, laatste vrijdag van juli. Een dag voor de loodgieter, 11 maart. En een dag van de huisarts, 19 mei. En ga zo maar door. Een blijk van waardering is eigenlijk altijd welkom. En dit hoeft niet eens geld of inspanning te kosten. 56% van de werknemers voelt zich met name gewaardeerd als een leidinggevende luistert naar hun mening. 54% van de werknemers voelt zich gewaardeerd als iemand een compliment geeft over het werk. Opmerkelijk. Een promotie of bonus dragen dus het minst bij aan het waarderingsgevoel. Je hoeft dus niet te wachten op een speciale dag om je waardering voor je werknemers te uiten. Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM en salaris? Volg ons dan op Twitter of bezoek onze website.